Het is dinsdag en het is zo raar. Ja, heb ik echt het geluk dat ik toch alles al vanaf huis doe. En ik bedenk me echt terwijl ik instap dat ik dom ben. Echt zo raar weer. Goedemorgen. Het is dinsdag en het is zo raar. Gisteren hadden we zeg maar nog een week school en vandaag is het opeens de laatste dag. En de kerstviering is bij Sarah wel naar vandaag geschoven. Dus dat is wel al leuk dat ze in ieder geval toch kerst hebben. Ja. Kerstdiner en zo, dat verviel al. Sommige scholen deden dat nog wel, ook morgen, maar dat gaat nu ook opeens niet meer door. Dus ze doen vandaag wat. Ik weet niet hoe het ingevuld wordt. Ik weet alleen dat we geen pauzehap of iets mee hoeven te geven. En we gaan het zien. En ze luncht, Sarah luncht bij Mila vandaag. Dus ik hoef alleen lege tas voor de spullen mee te geven. Want ze gaat gewoon een maand niet naar school. Ik vind het zo raar. Echt. Het enige voordeel is dat ik een maand lang uit kan slapen. En dat ik het later kan maken. Maar ze missen zoveel school en dingen. Dus ik... ik ben er niet heel blij mee. Sarah is weer op school. Het is gelukkig echt wel een stukje minder koud. Dus dat scheelt. En ik moet echt mijn planning voor deze week even om gaan gooien. Want ik had heel wat dingetjes die ik nog af wilde hebben voordat ze vakantie had. Maar ja, dat gaat nu allemaal anders. Dus ik ga even kijken wat ik vandaag nog ga doen. En ik ga denk ik even voor de aankomende maand een to-do-lijst maken van projecten die ik weer af wil hebben in huis. En dan kan ik per dag daar een dag-to-do-lijstje van maken. Zodat ik die maand toch een beetje doorkom. En ook maar even kijken hoe we dan homeschoolen en zo in gaan plannen. Als dat gaat lukken. Nou weet ik niet of ik dat deze 3 dagen nog ga doen. Ik denk dat ik dat echt een nieuw jaar pas ga doen. En dan dit jaar deze dagen, want het zijn 3 dagen waarvan 2 eigenlijk ook maar halve dagen waren. Dat we gewoon even, dat ze gewoon nog even kan lezen en zo. Dat vindt ze ook leuk. Dus ja, heb ik echt het geluk dat ik toch alles al vanaf huis doe. Want als je natuurlijk dat niet gewend bent, dan is het helemaal alles omgooien. Het is leuk, wij krijgen nog best wel heel veel kerstpost. Dus dat is wel leuk. Deze is ons allemaal. En ja, dat dacht ik al. 1 herkende ik al. Ik denk, die krijgen wij van opa. En toen dacht ik, dan moet er een kaart voor Sarah alleen bij zitten. En inderdaad, dat was de laatste. Ik vind dat gezellig ook nog, al die kaartjes. Het is natuurlijk allemaal het aan elkaar denken. Maar ook gewoon, als je ze neerzet, ziet het er gewoon leuk uit. Dus, het is gewoon gezellig. Tijd om naar school te gaan. En ik bedenk me echt terwijl ik instap dat ik dom ben. Want ik wilde mijn robotje aanzetten. Hij maakt veel herrie voor... Hij maakt veel herrie om te draaien als ik er ben. En het zat helemaal klaar. En dan vergeet ik het alsnog. Dat ik echt denk, waarom? Echt... Maar ja, nu niks meer aan te doen, want ik krijg het ook niet om terug te lopen. En dat vind ik dan net weer te ver gaan. Dat is wel jammer. Want ik hoef echt minder vaak zelf te stofzuigen als die zijn werk doet. Dus dat is wel echt lekker weer. Dus dat vind ik wel echt heel fijn. En zo dan even een bakje bij mijn moeder doen. Als zij op de afspraak zit. En dan zijn we eigenlijk een beetje van de verplichting af. Het voelt echt zo raar. Dus met het nieuwe jaar op dinsdag moeten we... Ophalen. Vanaf A tot en met M. Dus dan doen we... Ja, ik heb van deel gehad. Achternaam, hè? Ja, dus dan hebben we een tijdschema. Dus dat ga ik in de agenda. Dus dan kunnen wij als eerste, want... Deze... Jij moet deze even in je jaszak, want die was je... Nee, die doe ik niet in mijn jaszak, anders krijgen ze er niet makkelijk uit. Oh, als je het maar goed meeneemt en niet vergeet.
Dan gaan we jou even wegbrengen en dan ga ik even een pakkie doen. We hebben net gelijk gekookt en gegeten. Toen is Sarah naar bed gegaan, want het was toch wel wat later. En ook al gaat ze niet naar school, proberen we wel het schoolritme aan te houden. Want ze heeft ook gewoon les natuurlijk thuis morgen. En nu, ik ging thee zetten. En wachten op de boodschappen, want de picknick komt zo bezorgen. Nou, ik weet niet waarom het soms zo donker blijft, maar goed, de boodschappen zijn weer binnen. Echt zo raar weer. Ik ben mijn wekkers aan het instellen voor morgen. Maar dat zijn hele andere tijden. Dat vind ik overigens absoluut niet erg. Maar het voelt wel een beetje vreemd. Ik moet editen. Want ik heb heel weinig gedaan. En ik heb gewoon even geen zin. Ik moet er eigenlijk 3. Maar ik denk dat ik er gewoon 1 ga doen. Doe ik morgen de rest. Ja. Morgenochtend eerst homeschoolen. En daarna heb ik een verrassing voor Sarah, dus dat is wel helemaal leuk. Nog even mijn kalender openmaken, want dat vergeet ik elke keer. Oh ja, 15. Even kijken wat hierin zit. Dat gaat soms best lastig open. Oh, kijk nou. Oh, die had Sarah echt open moeten maken. Die vindt dit helemaal geweldig. Een mini-spiegeltje. Echt zo grappig. Zou dat werken als ik hem weer dicht doe? Dan kan ze heel morgen openmaken. Even kijken. Nou, dan zeg ik, doen we gewoon net. Alsof ik die niet gedaan heb. En hopen dat ik het morgen niet vergeet. Nou, morgen niet in school. Ik heb het gelijk weer laat gemaakt, uiteraard. Maar ik ga nu wel snel mijn bed in. Dus, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!